Nou, misschien hoort u bij die groep mensen die die tweede meetdag mist. En dan denkt u misschien: ben ik dan minder waardevol voor het onderzoek? Absoluut niet. Die eerste en die derde meetdag zijn de meest waardevolle. Daar kunnen we nog steeds die lijn tussen trekken. Bovendien heeft u al die tijd gewoon het horloge gedragen. Ook in die tussenliggende periode. En bovendien vragen we aan de mensen die niet in het ziekenhuis voor de tweede meetdag kunnen komen. toch om een aantal vragenlijsten in te vullen. Zodat we ook voor die groep toch nog een stukje van de gegevens hebben. Maar ook uw bijdrage is en blijft ongelooflijk waardevol voor de hele studie.